Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 21 januari 2021. En zoals je kan zien op de klok gaat het richting 12:30. Ja, nog 5 minuten. Ro en ik gaan eventjes rondom school lopen. Even kijken wat ik weer voor jullie kan filmen. En dan mag ik dus mijn statief niet vergeten, ook dat. Dus die neem ik even mee. Hoe beroerd ik me ook voel, hoe moe ik me ook voel. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik loop weer eens even buiten. Zoveel kom ik momenteel ook niet buiten. Het is wel eigenlijk goed voor mij, maar echt iets van moet het. Maar ja, het moet wel even. Want ja, de overheid die wil dat je zoveel mogelijk binnen blijft. Binnen. Alleen ik word er helemaal para gek van. Dus ja. Dus mijn enigste uitje is gewoon eigenlijk de Jumbo. In de wijk zelf. Nou, joepie. Nou, daar word ik ook niet vrolijk van. Maar ik heb Roderick dus en mijn oude telefoon gegeven. En de Samsung S9. Dus hij gaat ook binnenkort eens even wat meer filmen over hoe hij hiermee omgaat. Lijkt me ook leuk. Nou ja, niet leuk. Dat is een slechte benaming, maar ook wel handig voor jullie, denk ik zo. Ja, ik kan Ro dus nog niet filmen, omdat hij dus een werktenu aan heeft. We gaan even bij en naar de Jumbo. Want ik wil ook eens even karnemelkse pap maken. Nog nooit gehad, maar morgen krijgen we bezoek om 3 uur. En ik wil morgen, want ik weet niet wanneer die hele avondklok ingaat, maar voordat die hele klote avondklok ingaat wil ik nog even naar mijn mama toe. Ja. En ja mensen, het is een advies van 1 persoon. Het is een advies. Ik heb het net daar nog met iemand over gehad. Ik hoef niet reacties te krijgen van ja, maar het mag niet bla bla bla. En net als over mijn mondkapjes, dat ik ziek wil gaan worden, dat het mijn eigen schuld is. Luister, ik val onder een uitzondering. En als je dat niet kan hebben, abonneer dan ook gewoon niet. Punt. Ga je afmelden van mijn kanaal. Maar ik draag geen mondkapje. Ik zit al met depressieve klachten. Zoals jullie weten. Dus nee, ik draag hem niet. Ik krijg zelfs vrijdag een papier van de instelling waar ik hulp van krijg. Want ook die mogen het uitschrijven. En een papier dat ik het niet hoef te dragen. Met een stempel krijg ik allemaal. En dat mag een huisarts niet doen en mijn begeleider wel, dus die krijg ik, dus dan sta ik helemaal onder een uitzonderingsgeval, want ik heb af en toe, ja, KP 17 TV KP is fijn, maar wat kan je zeggen? Ik sta helemaal onder een uitzondering. Ik heb medicijnen, wat ik het liefst niet wil, maar anders trek ik het niet. Ik slaap al heel slecht. Ik val af en toe uit naar Roderick, wat ik ook niet wil. Dus weet je, het zijn allemaal opstapelingen. Daarom heb ik Ro ook mijn oude telefoon gegeven, zodat hij ook zijn ei kwijt kan naar jullie. Tussen aanhalingstekens, want Ro praat niet veel, ik wel. Maar om toch dat en dat jullie ook Roderick's kunnen aanhoren. Om het zo maar te zeggen. Dus wij gaan nu even lekker even weg. Morgen gaan we normaal weg. Lekker naar mama toe. Want daar heb ik gewoon zin in. Want ik wil even mama zien. Ik wil mama even knuffelen. Ik wil mama even kus kunnen geven. En dat heb ik nu bijna maar al een hele tijd niet kunnen doen. Dus sinds vorig jaar ergens heb ik dat niet meer kunnen doen. Dus ja, daar gaan we lekker naartoe. Ja, UWV, daar gaan we ook lekker naartoe. Ja, handhaving, daar gaan we ook lekker naartoe. Dus ja, zoek het allemaal lekker uit. En de regeltjes, die zijn heel erg krom. Die zijn heel erg krom. Maar Emma, die horen jullie lekker van Roderick. Want Roderick, die is daar beter in dan ik. Dus dat horen jullie lekker van Roderick. Okay.
Strakjes. Later. Met die houden jullie van Roderick te goed. Met mijn oude telefoon. Nou, zoals jullie kunnen zien, ga ik dit lekker maken. Maar wel eens met jullie, want ik heb het nog nooit gehad en nooit gemaakt. Dus ik zou zeggen, kijken jullie met me mee, Bella. Nou, het is dus kaas, kaasje, ja, wat is het, schat? Keizersmarren. Ja, nog wat. Dat komt uit Oostenrijk, heb ik me laten vertellen. Nou, hoe maak je het? Meng met een garde de inhoud van deze verpakking met 250 ml koud water in een grote kom tot een glad beslag. Hey, hoe toevallig heb ik hier een kom. Ja. En dan 250 ml. Even kijken. Ja, 250. Laat maar even. Ik pak zo wel even. Zo, dan gaan we dus even helemaal 250 pakken. Moet wel dus koud wezen. Koud. Dat is wel lekker. Zo, dan gaan we even controleren. Als het water... Nou moet er een stukje uit, want ik heb namelijk de helft extra. Dat zieke idee. Maakt niet uit. Doen we het gewoon even. Zo, gaan we weer kijken. Hey, helemaal perfect. Ja, top. Helemaal top. Ik heb ook nog een kleine garde. Ga ik even kijken. Want daar doe ik het altijd mee. Dat vind ik fijner. Dan met een grote. Ik doe het altijd namelijk met deze. Vind ik gewoon fijner en prettiger. En wat ik dan weer jammer vind van Knorr. Dat ze hier dus geen inkeping hebben gemaakt. Dat je hem... Oh wel. Hey. Toch wel. Sorry Knorr. Sorry. Mijn excuus. Bij voorhand al geluisterd. Bij voorhand. Het ruikt wel lekker. Het ruikt wel lekker. Wil je even meeruiken? Helaas. Nou, Ro die kan ook even ruiken. Het ruikt naar poeder. Ja, het ruikt inderdaad ook naar poeder, ja. Nou. Ik mis een dopje. Daar is dat dopje dus van. Wij hadden toch ergens een dopje gevonden? Ja. Een dopje en van dat ding dus. Ja. Wat ik, toen zei hij nog van, ik heb hier een dopje, maar het kan ook in die la liggen. Maar daar kijk ik wel later naar. Nu niet. We gaan gewoon lekker roeren. En we zijn zo bij jullie terug. Het gaat erin, het laatste beetje is stuk. Ja, ga je aan. Het laatste beetje is erin. Hij is leeg. Zo. Dan verhit 1 eetlepel boter of margarine in een grote koekenpan. En schenk het beslag erin. Bak het beslag op middelhoog vuur in circa 4 minuten aan één kant goudbruin. Nou, dat gaan we zeker zo meteen doen. Verdeel het geheel. Met de spatel in vieren en een keer de kwarten om. Bak vervolgens ook de andere kant in circa 3 minuten goudbruin. Nou, gaan we doen. We gaan bak en braad pakken. Ja, bakkie en braadje. Dan gaan we hier een mooi aansteker pakken. Let nog niet op mijn rassenaars, die moeten we inderdaad gaan schoonmaken. Niet zoveel van zin in gehad. Zo, en ik doe alvast dit erin. Nou, lekker scheetjes laten, jongens. Hebben jullie er ook zo lekker zin in? Scheetjes laten, ik wil. Kijk. Lekker scheetjes laten. Blijf. Nou, dat gaan we eventjes verhitten. En dan gaan we dit zo meteen... erin doen.
Moet je kijken hoe mooi het eruit ziet. En ja, er zit ook rozijnen in. Mm. Mochten jullie dat nog niet op zijn gevallen. Een paar rozijntjes. Okay. En hoe noem je een zuinige rozijn? Nou, zuinig. Een krent. Oh, een krent. Dat is mooi. En verdeel altijd het water, boter, zo, goedemorgen, gelijk mooi ook over de randen van je koekenpan, zodat dat ook met boter is gestrooid, wou ik zeggen, maar ook dat klopt niet, maar oké. En ik blijf nog even lekker doorkloppen totdat dat goed warm is. Kijk, en als je wil weten of het goed warm is. Ja, dat is goed warm. Kijk, want het gaat lekker al. Kijk, dat zie je namelijk als je dit gaat doen. Nou. Deel het goed over je pan. En dan zijn we zo meteen weer terug bij jullie. Ja, het ziet er allemaal mooi uit. Lekker gewoon weer de zijkanten pakken. Weer lekker de zijkantjes pakken. Jee, kijk. En dit is zwaar hoor, nu aan mijn handen. Ja, dit is pittig. Geen lichte kost, nee. Nee. En waarom ik hem dus continu zo doe, omdat ik dus niet zo'n hele grote koekenpan heb. Dus dan komt het beslag dus ook even lekker aan de zijkanten. Zodat het wat mooier wordt. Kijk, en je ziet al de luchtbelletjes omhoog komen. Dus dat betekent dat hij aardig gaar wordt. Lijkt mij zo. Oké. En nu even wachten tot het beslag ook aan de bovenkant helemaal droog is.
Zodat ik hem zo meteen lekker even om kan scheppen en dan in parten gaan delen. Aha. Dus maar dan heb ik toch zo meteen eventjes een bord voor nodig en alles. Dan kan ik het weer mooi omkiepen in plaats dat mijn spatel, die ga ik sowieso gebruiken, mijn spatel. Maar toch eventjes dat het netjes is. Want kijk, het beslag is aardig aan het opdrogen. En ik ga even mijn spatel pakken. Mijn spateltje. Ja, het is ons gelukt om te draaien. Het is al helemaal lekker bruin geworden. Lekker stevig. Ziet er goed uit, alvast. Hoop ik. Nog een beetje nattig onder volgens mij. Een soort dikke pannenkoek. Is het luchtig of wat? Ja, ze is heel luchtig. Oké. Okay. En deze laten we eventjes een beetje doorbakken op zacht vuur. En dan zien jullie het zo meteen als we het op ons bord hebben. Ik ga de pc aan doen, mensen. Ik ga de pc lekker aan doen. Ik heb Bigo al opstaan. Kaviakoor moet sowieso ook verschoond worden. Ik ga eventjes het een en het ander even naar de keuken toe brengen. En ik heb het koud. Dus daarom staat mijn verwarming ook aan. Ik heb het gewoon koud. Ik lag al even op bed. Maar toen moest ik weer heel nodig naar een wc. Het is niet echt smakelijk. Maar ik zit al de hele dag al. Vanaf vanochtend 4 uur ben ik al aan de diarree. Is niet helemaal goed. Weet het. Maar ik blijf ook wel goed drinken. Dat ook. Doe ik ook sowieso. En Ro ligt even te slapen. Ja. Moet ook gebeuren. Dus dat. Mijn pc die... Oh, wauw. Mijn achtergrond trouwens. Ja. Nee, nou, dat zeg ik. Ik heb het gewoon koud. Ik ga mijn vestje aandoen. En dan ga ik lekker hier zitten. Ja. Dan ga ik hier lekker zitten. En wat ik dan nog ga doen, weet ik allemaal nog niet. Nee. Nou, een lekkere IKEA bouwpakketje ligt hier. Hartstikke leuk. Dan heb ik de twee zusjes die hier zo lekker liggen. Zo, helemaal lekker in een rolletje. Hé, ja. En ik heb eerder vandaag heb ik wat lekkers gemaakt. En dat was dit. Dat is lekker. Ja. Dat kan ik je wel sowieso zeggen. En ik ga zo meteen dit ook even schoonmaken. Ja. Lekker IKEA bouwpakketje. En daar hebben we mijn meisje Draki. Ai, meisje. En de cavia's leven ook nog. Hey. Ja, jullie kooi moet er ook vandaag even gedaan worden. Hè? Ja, en jullie nageltjes het weekend even gedaan worden. Ja. Ook nog. Ja, echt wel. Ik ben benieuwd als je met andere je vent praat. Ik praat niet en met mijn vent. Ik ben aan het vloggen. Ja, dank u. Fijn. Oh ja, wacht even. Ik wil in beeld. Hey! Yeah! Miss die cat. Nou, en dat is de papa van Night. Oh. Nou, Bart komt gelijk in de vlog. Hartstikke, ga met die vraag. En Bart ook. Ik ben zijn nieuwe broer. Oh, wacht even, dit moet ook vereeuwigd worden hoor. Oh, wauw. Ik ben wel eens. Oh, wauw.
geweldig. Ja. Nou, mijn meisje die ligt er lekker bij. Ja. En Roos eventjes de was aan het doen. Ja. En ik ben even aan het koken. Dit is voor mezelf. Aardappeltjes met bloemkool en paarspruitjes. Vond ik leuk. Deze is van Ro. Deze drie stukken. Deze is van Ro. En deze is van Ro. Deze twee is van mij. Maar ik kan er ook nog eentje morgen eten. Dus mwah, dat is wel lekker. Ideaal. Hè, schat? Ja. Dus dat.